President Chandrika Prasad Santokhi heeft donderdag de werkgroep e-government geïnstalleerd, die als belangrijkste taak heeft de toegang tot overheidsinformatie en diensten te vergemakkelijken. Zo zal er door het digitaliseren van de informatie personen niet meer in lange rij hoeven te staan voor uitreksels, ID-kaarten en rijbewijzen. De voorzitter van de e-gov werkgroep Paul Mehilal zegt dat er intussen een inventarisatie is gemaakt hoe Suriname ervoor staat qua automatisering en dat als volgende aandachtspunt de bevolkingsadministratie bij het Centraal Bureau voor Burgerzaken wordt aangepakt. Het CBB krijgt een nieuw volkadministratiesysteem aan de hand waarvan de overheid zal worden geholpen aan nieuwe datasystemen. De werkgroep e-gov bestaat uit 13 leden uit de ICT-sector.